Bij het vaststellen van deze agenda wil ik u ook meedelen dat we toch een inspreker hebben, wat aanvankelijk niet op de agenda stond, maar die zullen we dan straks bij punt 3 aan het woord laten. Dan sluit ik agenda punt 2 en open ik agenda punt 3, het spreekrecht. Er heeft, zoals ik zei, zich een inspreker gemeld, een meneer Glaudemans. Hij zal spreken over de overlast van expats in Sluiskil en de handhaving hierop. Meneer Glaudemans, u heeft 5 minuten. Ga uw gang. Dank u wel, voorzitter. Geachte commissieleden, graag wil ik u berichten en de aandacht vragen voor het parkeerprobleem in de kleine gemeente Sluiskil. Ik spreek van niet voor mijzelf alleen, maar ook voor de andere bewoners uit mijn buurt en dorp. Sinds de expats komen wonen, geven zij door hun wargenpark parkeerproblematiek voor de vaste bewoners van onder andere Bosjesweg, Visartstraat, Spoorstraat en omgeving. Ik heb zelf niks tegen expats, mogen van mij best in Sluiskil wonen en leven. Ik ben zelf een expat geweest. De situatie is als volgt. Er mogen volgens de vergunningen van de gemeente maximaal 3-4 expats per adres wonen. Deze brengen dan meestal hun eigen auto uit land van herkomst mee en krijgen van hun Nederlandse werkgever vaak een bedrijfswagen. Dit betekent dat er dan op 1 adres soms 6 tot 8 auto's geparkeerd staan. Terwijl de parkeervakken in deze straat berekend zijn op 1,5 auto per adres. Ook beginnen deze straten langzaamaan op een industrieterrein te lijken. Alleen al in mijn straat, de Visartstraat, tel ik in de avond 12 tot 15 buitenlandse kentekens en een stuk of 4-5 bedrijfswagens. Ook zegt de Wegenverkeerswet en de Belastingdienst dat iemand die ingeschreven staat in het gemeentelijke basisadministratie, wat expats verplicht zijn volgens de vergunningen, maximaal 4 maanden met hun buitenlandse kenteken mogen rijden in Nederland. Daarna moeten zij de auto of terugbrengen naar land van herkomst of omzetten naar Nederlands kenteken. Hier wordt helaas niet op gehandhaafd. Deze expats betalen door het blijven rijden met hun auto uit land van herkomst geen wegenbelasting in onze provincie. Ik ken deze wet omdat ik zelf, zoals ik al zei, een expert geweest ben en vanuit Duitsland een auto meenam die ik binnen 4 maanden verplicht was om aan te melden op een Nederlands kenteken. De verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant heeft mij beloofd dat zij gaan kijken ook naar dit probleem. Het parkeren is soms zo erg dat mijn overburen hun auto op mijn oprit moeten parkeren, met toestemming. Ook mijn overbuurman, die als nooddienst bij de Delta Netwerkgroep werkt, moet zijn bus op mijn oprit zetten, ook met toestemming. Parkeren ze een keer achter hun huis op het grasveld, dan krijgen zij een boete van toezicht. Dit omdat onze overburen 5 auto's ter hun beschikking hebben. Er is naar mijn mening een oplossing waarop gehandhaafd zou kunnen worden. De truckparking op de Leidinglaan in Sluiskil is goed geschikt om bedrijfswagens te parkeren. Tot op dit moment mag dat niet, want de vergunning staat dat niet toe. Het andere oplossing is om het grasveld wat gelegen is tussen de Bosjesweg, Spoorstraat, Vogelschoorstraat en Visartstraat eventueel om te bouwen tot parkeerplaats. Ik woon nu 7 jaar in de Visartstraat en op dat grasveldje heb ik hoogstens 3-4 keer mensen zien spelen. Beste commissie, graag van uw kant een oplossing en aanpak van dit probleem. Dit brengt onder de bewoners in ons mooie Sluiskil spanningen tussen ons en de expats. Dank u wel. Dank u wel, meneer Glaudemans. U mag nog heel even blijven staan. Zijn er commissieleden die vragen hebben aan meneer Glaudemans? Ik geef eerst het woord aan meneer Hessing en daarna aan meneer Kastelein. Meneer Hessing, ga je uw gang. Dank u wel. U geeft een oplossing aan door het grasveld wat daar in de omgeving ligt, om dat geschikt te maken voor parkeren. Maar dan zullen we ook iets moeten gaan doen om te zorgen dat degene die nu in de straten, in de Bosjesweg en in de Spoorstraat parkeren, dat die dan daar gaan parkeren.
Daar zal dan op gehandhaafd moeten worden. Of wilt u dat er dan een parkeerverbod komt in de Bosjesstraat en in de Spoorstraat? Want hoe krijg je dan in feite eigenlijk de auto's op dat nieuwe parkeerterrein? Het lijkt mij dat door middel van bordenaanduiding aangegeven zou kunnen worden dat daar een parkeerplaats is. En bij eventueel de bekende adressen van expats in de taal van de bewoners uit te leggen dat daar parkeergelegenheid is. Dank u wel. Dan ga ik naar meneer Kastelein voor zijn vraag. Dank u wel, voorzitter. Meneer Goudemans, dank voor het inspreken. U spreekt van spanningen tussen de expats en de bewoners van Sluiskil. Kunt u daar iets dieper op ingaan? Loopt het uit de hand? Zijn er al ruzies en vechtpartijen? Nou, gelukkig nog geen vechtpartijen. Ik kan u wel een voorbeeld geven. Vorig jaar heb ik gehad dat een expat een auto half op mijn grondgebied parkeerde en op het trottoir. Politie gebeld, toezicht gebeld en die zeggen het is een privé kwestie. Er wordt soms gewoon letterlijk en figuurlijk in de bocht op een trottoir geparkeerd, wat ook een gevaar zou kunnen opleveren voor eventueel nooddiensten. Geef je daar als bewoner een opmerking over van het is geen parkeerplaats, dan komen ze nogal dreigend over. En bij ons in de straat is onder andere een woning verdeeld naar 5 slaapkamers. En wij zien erbij al hangen dat daar straks 10 auto's bij komen. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan meneer Mokuna van de ChristenUnie. Ga uw gang. Dank u wel, voorzitter. Ik heb een eerste vraag is dat. U praat over arbeidsmigrant of expert? Arbeidsmigranten en expats. Dus dit is eigenlijk 2 problemen volgens mij. En ik hoor u zeggen dat levert spanningen. En je noemt weerbelasting, parkeer, maar ook de lengte van verblijf van arbeidsmigranten. In mijn hoor zie ik dat er eigenlijk veel problemen dat je benoemd hebt en misschien die meer duidelijkheid nodig hebben, zodat wij kunnen begrijpen wat er aan de hand is in jouw dorp, zeg maar. Nee, kijk, de gemeente geeft vaak vergunningen uit voor arbeidsmigranten en expats. Totaal niks op tegen mensen die uit het buitenland hier komen werken. Ik heb zelf in het buitenland gewerkt. We hebben die mensen nodig. Maar de arbeidsmigranten en expats betrekken zich eigenlijk sowieso niet met onze dorpskern. Als het bijvoorbeeld over het wateroverlast gaat of over wat dan ook in Sluiskil. Je ziet deze mensen niet. Ze zijn heel vaak 's morgens weg, 's avonds terug. Er moet gewoon gekeken worden hoe dit vriendelijk en in samenwerking en in een samenleving als Sluiskil opgelost kan worden, hand in hand. Meneer Mokuna, een aanvullende vraag. Bedankt voorzitter. Dan neem ik aan dat het probleem gaat niet alleen over parkeren. Het gaat over andere onderliggende problemen die misschien u denkt dat met de parkeerproblematiek een oplossing gevonden kan worden hier? Of ik het niet goed begrepen heb? Nou kijk, de gemeente gaat over herinrichting van dorpen. Het voorbeeld wat ik gaf, het grasveld, om daar eventueel een parkeerplaats van te maken. Parkeerruimte te zoeken. De vergunning open te stellen dat de truckparking aan het begin van Sluiskil ook opengesteld zou mogen worden voor bedrijfswagens. Dat zal al 5 tot 6 auto's schelen bij ons in de straat. 'S Avonds laat is het net echt een industrieterrein met busjes, bedrijfswagens. En er is af en toe gewoon voor de vaste bewoners. Ik woon nu zelf 7 jaar in Sluiskil, bijna 8 jaar in Sluiskil. Ik heb dan gelukkig een privéparkeerplaats die ik nu ter beschikking stel
voor mijn buren. Wat denk ik niet de bedoeling lijkt. En ik wil gewoon de gemeente vragen van gemeente en commissie. De vergunningen worden afgegeven voor de arbeidsmigranten en de expats. Maar kijk dan ook wat voor een gevolgen dat kan hebben voor de samenleving in ons dorp. Dus de parkeerproblematiek, het inbrengen van... Mevrouw De Witte. Dank u wel, voorzitter. Ik heb een aanvullende vraag, want mijn vraag zou zijn... eind van de Leidinglaan, prachtig parkeerterrein. Weet je ook de reden waarom daar nu niet geparkeerd mag worden? Ik heb begrepen dat het in de vergunning van de parkeerplaats staat... dat het alleen geschikt is en toegestaan is om als een vrachtwagen aan zijn rijtijdenwet zit... of mensen die in het dorp als vrachtwagenchauffeur werken... om daar hun vrachtwagen te mogen parkeren. Ik heb het geprobeerd op te zoeken op het internet. Ik heb het vergunning niet kunnen vinden... maar volgens mij is het alleen geschikt gemaakt voor vrachtwagens. Dank u wel. Dan geef ik nu het woord of aan mevrouw De Kok... of aan meneer Van Kolm of allebei. Ik ben even a little bit in the war. Ik was eerst. Nou, dan doen we toch meneer Van Kolm eerst. Ja. Ga uw gang. Ja, voorzitter. Ik wil graag de inspreker het volgende vragen... Bij een eerdere gelegenheid heb ik gepleit voor een overlegorgaan of een klankbordgroep, hoe je het ook mag noemen, waarin ja, werkgevers, werknemers, expats en ook bewoners zijn opgenomen. Zou zoiets, laat ik zeggen, positief kunnen werken voor jullie? Ja en nee. Ik had, voordat ik hier kwam inspreken, contact met het expatsbureau, wat hier in het gemeentehuis gehuisvest is. En een mevrouw die ik daar aan de telefoon kreeg, die... reageerde van, ja, wij zien het probleem niet. Terwijl... Misschien kijken ze niet goed. Of wonen ze niet in Sluiskil. En het is niet alleen Sluiskil. Het zijn ook de andere dorpskernen rondom Terneuzen... waar het probleem zich voordoet. Ik zou best in een raad willen gaan zitten... om met die mensen in overleg te gaan. En eventueel met de werkgevers van... kunnen we dit op een andere manier oplossen... Dat zou iets moois zijn, want daarmee betrek je ook de expats en de arbeidsmigranten... met het reilen en zeilen van een dorpje als Sluiskil. Dank u wel. Ik geef eerst het woord aan mevrouw De Kok, PvdA... en daarna mevrouw Woytel, Sociaal Terneuzen. Ga je gang. Dank u, voorzitter. Ik had een vraag. U heeft nu een paar keer al gezegd... van vergunningen zijn gegeven aan expats en arbeidsmigranten... Wat bedoelt u daarmee? Want ik krijg een beetje hetzelfde gevoel als mijn collega van de ChristenUnie. Dat er iets meer speelt dan alleen een parkeerprobleem. Nou ja, het wordt niet hardop in het dorp geroepen. Maar als er in mijn straat, geef ik een voorbeeld, een paar maanden geleden een huis te koop stond. En in de woonkamer een muur gebouwd wordt. Waardoor de woning van 3 slaapkamers, 5 slaapkamers wordt. En elk huis dat wordt opgekocht door een investeerder, wordt verhuurd aan een uitzendbureau of een bureau voor arbeidsmigranten of expats. Dat het op een bepaald moment in ons dorp, en dan wil ik het woord te vol is te vol niet gebruiken, maar dat er een grens bereikt wordt. Mevrouw De Kok. Dus voor u ligt het probleem dat er dus meerdere mensen in een huis wonen... en dat het niet gaat over mensen die een expat of een arbeidsmigrant... die een huis huurt als een gezin zijnde. Nee, dat is een beetje een punt wat ik niet helemaal zag. Nee, totaal niet. Want ik heb bijvoorbeeld ook over buren die wonen... dat zijn ook arbeidsmigranten, expats. Die rijden tegenwoordig in een Nederlandse auto. Die hebben maar 1 auto. Die hebben ook een kindje gekregen. Die spreken mij ook aan... in de zomer van, hey buurman, alles goed. Het gaat mij er ook niet over van minder of helemaal geen arbeidsmigranten of expats. Ik als expat vind dat ik me daar niet over mag oordelen. Maar er zal gekeken moeten worden wat de gevolgen zijn... als er een vergunning wordt afgegeven aan een woningverhuurder... wat de verdere consequenties zijn. Dank u wel. Mevrouw Woytel, Sociaal Terneuzen. Dank u wel, voorzitter.
Ja, u tipte het al aan. Zijn de huizen die verkocht worden in Sluiskeel, worden die aan dezelfde personen of projectontwikkelaars verkocht? Die ook dezelfde expats daar neerzetten. Dus hebben ze bureaus, laat ik het zo maar zeggen. Of zijn het andere eigenaren? Dus allemaal andere eigenaren? Wie de precieze eigenaren zijn, weet ik niet. Ik weet dat er een woning bij mij in de straat is inmiddels eigendom van een Belgische investeerder die dat gekocht heeft om zijn pensioen te financieren. Die dat dan weer bijvoorbeeld verhuurt aan een bedrijf die daar weer arbeidsmigranten en expats in zet. Hoe precies dat die puzzel in elkaar zit, weet ik niet. Maar als ik zeg u eerlijk, ik woon gelukkig in een woning waar ik, mijn huisbaas is meneer Wilhelm uit Saamslag. Zo'n kerel. Ik betaal gelukkig een lage huurprijs. Maar als ik hoor dat huis waar 5 kamers van zijn gemaakt, de huurprijs 1300 euro per maand is, terwijl ik dezelfde woning heb voor 575, dan gaat er bij mij toch wel een vraagteken boven het hoofd komen van, klopt dit wel? Dank u wel. Voorzitter, mag ik nog één? Ja, natuurlijk. Ga uw gang. U hebt in Sluiskeel Homeflex ook staan. Ziet u ook wel beweging dat de arbeidsmigranten naar elkaar toetrekken? Of is dat echt allemaal apart? Nee. Ik merk wel dat in mijn straat wonen bijvoorbeeld een aantal Poolse expats en arbeidsmigranten. Die trekken heel veel met elkaar op. Ik noem wat boodschappen doen, barbecuen, helpen elkaar met als de auto kapot is. Het expats en arbeidsmigranten gedeelte in Sluiskeel, wat waar u op doelt. Ik noem dat een soort centerpark wat op elkaar gestapeld is. En mensen zien elkaar toch wel, want er is 1 ingang, 1 uitgang. De arbeidsmigranten en expats trekken wel veel naar elkaar toe. Maar dan is het echt bijvoorbeeld de Polen met de Poolse mensen, de Bulgaren met de Bulgaarse mensen. Het is ook niet dat ze niks tegen ons als vaste bewoners zeggen, maar ze brengen heel weinig voor de rest in het dorp. Omdat ze ook heel vaak bijvoorbeeld stukken over het wateroverlast of iets wat er in de gemeente of in de kern Sluiskeel speelt, wordt in het Nederlands in de brievenbussen gegooid. En niet in het Pools of in het Bulgaars of in het Hongaars of laat staan in de internationale taal Engels. Dus daarmee zet je eigenlijk een kloof. En die kloof zou eigenlijk overbrugd moeten worden en gezamenlijk tot een oplossing moeten komen. Dank u wel. Had meneer De Belair ook nog het woord gewenst? Ja, ik heb nog een klein vraagje. Ik vind het een mooi betoog, duidelijk. Voor mij helderheid. U zit met een parkeerprobleem, dus u vraagt eigenlijk aan de gemeente om het parkeerprobleem op te lossen, ten eerste. En ten tweede, ziet u ook een bemiddelende rol voor de gemeente om meer een verbintenis te krijgen tussen de bewoners in dat gebied? Om een betere verstandhouding te kunnen krijgen. En is dat voor de gemeente of voor het dorpsraad? Of hoe denkt u daarover? Ik denk een combinatie gemeente-dorpsraad. Eventueel met het expertsbureau wat hier in het gemeentehuis gevestigd is. Die kan daar ook een belangrijke rol in spelen. Het gaat mij erover parkeerprobleem. Maar vooral de toezicht op de Nederlandse wetgeving. Als ik toevallig, en het is echt gebeurd, een oom van mij uit Zwitserland op bezoek heb, die zegt van, hier heb je mijn auto, doe even een boodschap, en ik kom in een verkeerscontrole bij Stads van Gent, dat ik 2 uur lang bezig ben geweest om te vertellen van, het is de auto van mijn oom, want je mag als Nederlander niet in een auto met buitenlands kenteken rijden. Maar het gebeurt door de arbeidsmigranten en de expats jarenlang. En volgens mij, wat ik altijd geleerd heb, er staat niemand boven de wet. En daarop zou ook op gehandhaafd moeten worden. En inderdaad, wat u zegt, de gemeente, de dorpsraad, eventueel het expatsbureau. Misschien kunnen we ook eventueel de uitzendbureaus die de arbeidsmigranten en expats aannemen, daarbij inzetten om dat te kunnen overleggen. Om gewoon samenlijk te komen van, hé jongens,
breng wat meer in het dorp, dat de communicatie wat beter gaat, dat er geen wrijving, geen vrevel, geen spinsels zijn, maar dat we gewoon normaal en vredig kunnen leven in de dorpskern Sluiskil. Dank u wel. Meneer Mokuna van ChristenUnie, aan u het woord. Ja, bedankt voorzitter. Ik begrijp u wel. Dan heb ik misschien een mooie vraag voor jou. Denkt u dat de inburgeringprogramma belangrijk is voor de arbeidsmigranten en expert dat u noemt in jouw dorp of in onze regio als geheel? En misschien de laatste vraag, hoe definieer jij arbeidsmigranten en expert? Want je zegt dat je zelf expert bent geweest. Een inburgering, top. Ik heb dat zelf ook moeten doen toen ik in Duitsland ging wonen. Moest ik me inburgeren bij mijn lokale gemeente. En wat ik zie als arbeidsmigranten, dat zijn mensen die in mijn optiek de keuze gemaakt hebben om definitief in Nederland te blijven wonen. Ik noem een mooi voorbeeld. Er wonen bij mij in het dorp ook een aantal mensen uit de oorlogsgebied Oekraïne. Mag ik even een puntje van orde? Ik denk dat we nu richting een discussie gaan en dat we dat niet moeten willen. We gaan het hierbij laten. Ik heb nog wel een vraag aan de commissie. Wens u deze inbreng voor verdere behandeling in handen te stellen van het college? Of wenst u deze inbreng voor kennisgeving aan te nemen? Meneer Kastelein? Ik zou wel heel graag horen wat het college ervan vindt. Meneer Van Kolm. Ja, voorzitter, dadelijk bij de actiepunten gemeenteraad kan dit punt nog eens aan de orde worden gesteld naar aanleiding van de motie die in de tijd is ingebracht. Duidelijk, dan zal dit als actiepunt worden toegevoegd aan de actiepuntenlijst van de gemeenteraad bij de motie, zoals ik dat begrepen heb, hè? Dan dank ik u voor uw inbreng en dan mag u plaatsnemen. Graag gedaan, dank u wel.